vind jij zo leuk hier? Ja, het meeste is van de veldslag dat je dan echt... Je zit van wat als hun nou winnen en wat als bijvoorbeeld Nederland wint of Frankrijk. Want het is altijd heel spannend wie er dan gaat winnen bij de slag. En heb je er al een klein beetje van gezien? Ja, gisteren de hele tijd tot het einde toen Frankrijk had gewonnen. Dus toen heeft Frankrijk gewonnen en vandaag gaat er nou weer een nieuwe veldslag plaatsvinden. Wie denk je dat er dan gaat winnen? Ja, ik denk Nederland. Ja? Waarom denk jij dat? Omdat deze keer hadden ze eigenlijk Frankrijk al ingesloten op een gegeven moment. Maar toen had Frankrijk meer troepen ingeroepen zodat ze sterker waren. En toen konden ze de geallieerden weer terugduwen. Maar nu zijn de geallieerden ook weer met meer. Dus nu denk ik dat ze de Fransen weer al kunnen verslaan. Dus jij denkt dat Nederland nu wel gaat winnen. En je vindt het prachtig. Zou jij zelf ook zo'n re-enactor noemen ze dat? Zou jij ook zo iemand willen zijn? Ja, heel graag. En wat denk je, gaat dat gebeuren? Ja, zeker. Ja. En over 2 jaar, mag je dan al een klein beetje meedoen? Ja, dan mag ik als tamboer bij de Grenadieren. Wat ik al zei, op de schuit is, ja, je ziet het is geschutsbemanning, ik loop al bij het kanon. Ja, ik loop bij het kanon. Ja. Hoe is het om hierbij te zijn? Ik vind het heel leuk. We hebben dit nog nooit eerder gezien, dus het is zeer verrassend. En vooral die knonnen hier achter ons is een weldaad voor je oren. Ja, weldaad voor je oren. En is het toeval dat jullie hier zijn? Ja, we zijn een weekendje weg, dus het is toeval. Ja. En waar logeren jullie? Wij logeren bij Van der Valk in het theaterhotel. Hoe bevalt het? Prima. Ja hoor. Ja. En hoe is het om deze veldslag hier in Almelo mee te maken? Dat is wel interessant en het ook het aantal vrijwilligers wat uit heel Europa hier komt en dan een mooie hobby hebben en dan van alles initiatief doen. Prima. En die knallen, wendt dat al een beetje? Nou, niet echt. Nou, ik wil nog wel zeggen, het is hier volledig gratis. En dat verbaast ons heel erg, want het kost, denk ik, best wel veel geld om dit allemaal voor al die mensen te doen. Dus als ze zouden zeggen, 5 euro entry, ik denk dat iedereen het doet en zijn heel veel mensen uit de kosten. Dus wat mij betreft had dat gemogen. Maar wij zijn met gratis, we zijn nog Nederlanders. Ook altijd heel blij. Je ziet de posities in de gaten houden. Je ziet ook de voordeel door de verrekijker kijken. Kijk naar de posities. Je ziet hem al naar rechts wijzen.